Hi, leuk dat je kijkt naar deze korte hotel voor het opnemen van een vergadering. Ik ga je laten zien hoe je dat op twee manieren kan doen. En allereerst gaat het om het automatisch laten opnemen van een teamsvergadering. Dat kan je regelen in de vergaderopties. Zodra ik de Outlook agenda heb geüpdate en daar een nieuwe teamsvergadering heb ingezet en mensen heb uitgenodigd eventueel, dan kan ik hier naar opties voor vergadering gaan. Als ik daar op klik, Kom ik eigenlijk op een aparte webpagina terecht waar ik wat instellingen kan doorvoeren, waaronder het automatisch opnemen? Die kan ik vooraf al op ja zetten, op opstaan drukken en automatisch wordt de vergadering opgenomen. Een andere manier is ook mogelijk, namelijk als ik in de vergadering zit, dan kan ik hier rechtsboven op de drie puntjes klikken en dan kan ik klikken op opname starten. Wat er dan gebeurt is, er komt netjes een melding voor de deelnemers dat de vergadering zal worden opgenomen. Uiteraard is het altijd ook netjes om dat even vooraf ook te melden. Uh, en je krijgt netjes de melding dat het wordt opgenomen en je ziet ook linksboven de timer lopen. Nou, zodra de vergadering is afgelopen, kan je de opname terugvinden in de chatgeschiedenis of je kan hem terugvinden in je OneDrive-map in het mapje opname. Daar kan je hem ophalen en kan je hem eventueel delen met de genodigden. Veel plezier ermee en succes!